Leuk dat je op deze video hebt geklikt en daarmee op mijn YouTube kanaal terecht bent gekomen. Ik ben Monique en zoals je in de titel hebt kunnen zien heb ik voor vandaag een Primark shoplog. Ik ben laatst met mijn beste vriendinnetje lekker een dagje naar Utrecht geweest. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik weer een leuke shoplog van dagje weg Utrecht zou opnemen. Maar ik ben alleen geslaagd bij de Primark, dus een Primark shoplog it is. Ik heb hier een grote tas naast me staan met allemaal dingetjes voor mezelf, voor de kindjes en ook voor Jorg die ik graag met jou wil delen. Dus als je benieuwd bent wat ik heb geshopt bij de Primark, blijf dan vooral kijken. Vergeet niet deze video vast een duimpje omhoog te geven en je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan gaan we snel beginnen. Ja, wat ik dus al zei, ik had een beetje de intentie weer om een shoplog van een dagje weg op te gaan nemen. Ik heb dat in het verleden ook wel eens gedaan en daar kreeg ik altijd hele leuke reacties op. En nu ging ik eigenlijk gewoon, ja, zonder verwachtingen naar Utrecht toe. Want als ik denk van ik heb dit nodig of ik heb dat nodig, dan kom je het nooit tegen. En we hebben eigenlijk bij best wel veel winkels gekeken. En ik ben alleen bij de Primark en bij de Normaal geslaagd. Alleen de spulletjes van Normaal bewaar ik voor de eindshoplog van de maand mei. Dus ik laat vandaag de geshopte items zien die ik heb gekocht bij de Primark. En wat ik al zei, het is best wel een volle tas. Ik heb ook wat dingetjes hiernaast liggen. Ik weet, ja, van een aantal items zit gewoon het prijskaartje eraan vast. Van andere items weet ik het niet helemaal zeker. Maar jullie weten het ondertussen ook wel wat een beetje de prijzen zijn bij de Primark. Een van de eerste dingen die ik heb gekocht, heb ik momenteel ook al aan. Dat is dit shirt. Dit is eigenlijk dadelijk een werkshirt. Ik heb er toevallig twee. En op de andere staat net een iets andere print. Maar ik vind ze eigenlijk ook wel leuk om gewoon zo te dragen. Ik heb bijvoorbeeld een hele grote witte rok. En ik dacht, dit is misschien ook wel een keer leuk om daarop te combineren. Omdat ik er nu dus twee heb, heb ik zoiets misschien dat ik er eentje voor het werk ga gebruiken. Eentje voor gewoon. Als dat een beetje logisch klinkt. Maar dit zijn in ieder geval gewoon hele basic shirtjes. Ik heb de grootste maat. 2x XL. Dan valt die lekker loose. Kan ik hem ook leuk opknopen. En deze zijn volgens mij maar 3,50 per stuk. Maar het kaartje heb ik van deze toevallig afgeknipt. Maar ik kan wel even de andere erbij pakken. Want ik ga ervan uit dat daar het kaartje toevallig nog wel aan zit. Ja, er zit wel een... Oh ja, 3,50 per stuk. Ik zal even de print laten zien, want ik heb hem echt zo in de tas gegooid na het afrekenen. Ja, het is ook gewoon een zwart shirt. Op deze staat dan een beetje een ronde print en hier staat gewoon een rechte print. Ik vind het gewoon super fijne shirtjes om in te werken, maar ook om gewoon zo te dragen. En ze hadden er echt heel erg veel, maar ik ben gewoon voor twee zwarte gegaan. En daar trek ik hier iets uit de tas en dat laat ik ook maar meteen eventjes zien. Ik heb ook eventjes wat nieuwe fietsbroekjes gehaald, want die van mij waren echt aan vervanging toe. En voorheen had ik ze altijd in een maatje M en nu heb ik ze in een L, want ik vind gewoon deze band. Ja, ik vind hem wel fijner dan de vorige keer, alleen als ik ze op elkaar ga leggen, was het M'tje gewoon nog groter dan het L'tje wat ze nu dus hebben. Dus ja, daar is volgens mij ook gewoon iets verkeerd gegaan. Maar ik vind ze gewoon super fijn. Deze zijn ook heel budget, maar hier zit dan weer geen kaartje aan. Ik denk ook 3-4 euro. Twee keer een elletje. De andere heb ik toevallig al aangehad. Maar ik vind deze echt super fijn. Dan even kijken. Ik ga ook even het stapeltje van de kindjes erbij pakken. Want voor Jax. Jax heb ik twee shirtjes gekocht. En het zijn toevallig de shirtjes die ik het leukste vind. Je hebt echt heel veel van die tafels bij de Primark. Met allemaal van die heel low budget shirtjes erop liggen. Het enige nadeel vind ik gewoon bij de jongenscollectie. Het is of Mario. Het zijn dino's. Maar dan niet... Dit soort dino's, maar gewoon Jurassic Park. Dat ik denk, mijn kind heeft nog nooit van zo lang zoals leven heel de film gezien. Allemaal heel agressief met Avengers, de Hulk. Allemaal van die echt lelijke prints. Dat ik denk van, waarom kunnen de meisjesshirtjes wel gewoon heel leuk en lieflijk zijn. En moeten die jongensshirtjes allemaal van die agressieve lelijke prints hebben. Nou, toevallig vond ik er nog wel twee dat ik dacht, nou die durf ik nog wel mee te nemen. 2,50 per stuk. Dit is de eerste, een donkerblauw shirtje met wel dino's erop in een autootje. Maar wat ik al zei, dit is gewoon net even wat lieflijker vind ik dan zo'n Jurassic Park dino erop. Als deze video online komt, ik betwijfel of dat al is, ja of nee. Maar Jax is toevallig in mei jarig en hij wil heel graag een dinofeest. Dus dit is gewoon eigenlijk een prima shirt voor zijn verjaardag. Ik heb hem in een maatje 104. Omdat ik weet uit ervaring dat deze wel wat kleiner vallen. En ik vind het wel fijn als hij deze gewoon heel de zomer aan kan. En de andere die ik vond is ook wel zo'n print all over. Maar ik vind dit dan nog wel gewoon leuk en gezellig. Kan met veel kleurtjes gedragen worden. En hij heeft best wel veel van zulke shirtjes. Ook heel leuk met een jasje eroverheen.
ook 2,50, maatje 104. Dus die heb ik voor Jax meegenomen. En voor Liv, ja, oh mijn god, voor Liv kan ik tegenwoordig ook gewoon op de damescollectie helemaal losgaan. Als allereerste vond ik een tafel en daar lag alles voor 1, 2 euro op. En dat waren echt van die stretchy rokjes, stretchy topjes. En toen dacht ik, ja, die neem ik mee voor Liv, want Liv zit toevallig op turnen. En dit is echt zo'n lekker sporttopje. Je kunt hem ook op daily basis dragen. Maar ik denk dat Liv dit gaat gebruiken voor het sporten. En deze was dus nog maar 1 euro. Je had met een hoge hals en met een hele diepe hals. Toen dacht ik, ja, daar vind ik Liv nog eigenlijk iets te jong voor. Maar deze kan prima. 2 keer XS, ja, voor 1 euro dacht ik, die gaat gewoon mee. En toen vond ik op een andere tafel ook allemaal nog weer van die seamless topjes liggen. En heel veel leuke kleurtjes ook met een bijpassend broekje. En ik heb voor Liv deze meegenomen. Een heel leuk babyblauw kleurtje. En deze was 4,50, 2 keer XS. En het nadeel was wel, ze hadden wel het broekje van 2 keer XS, maar ik hield dat voor me. En ik dacht, nou, daar kan Liv voorlopig gewoon nog niet in. Dus dan vind ik het ook zonde om mee te nemen. Maar ook dit kun je prima weer gebruiken voor het sport. Dus ook weer zo'n lekker seamless stopje. Ja, ik vond hem super leuk. En ik denk voor dat geld, ik denk, ja, weet je, nu kun je er gewoon lekker een vestje overheen doen of een jasje. En dadelijk, als het echt lekker warm is, zijn dit gewoon hele fijne topjes. Dus die had ik nog voor de meegenomen. Gaan we weer even terug de tas in. Voor mezelf kocht ik namelijk, ik zal even de rits dicht doen. Ik kocht dit fantastische skortje. Echt, I love it. Die kleuren, de fit. Ik vond hem echt prachtig. Alleen, ik twijfel heel erg nu, want ik heb dus al een aantal items gekocht bij New Yorker en bij Shein in dat blauwe kleurtje. En het is het gewoon allemaal net niet. Het is het gewoon allemaal net niet. En dan denk ik, ja, wat ga ik dan doen met het broekje? En dan zou je denken, mo, gooi er iets zwart of wit op. Heb ik geprobeerd en dat is het hem gewoon niet. Toen dacht ik, oh, dan ga ik wel op zoek naar iets in die beige tint. Maar dan valt eigenlijk heel het effect van het broekje slash rokje weg. Dus ja, ik weet niet zo goed wat ik ermee moet doen. Ik vind hem heel tof en hij zit echt prachtig. Maar oh, ik vind het zo jammer dat ik dan niks kan vinden in die kleur blauw. Ze hadden deze ook met roestbruin en dat beige, maar die hadden ze niet meer in mijn maat. Ik dacht, ik ga lekker voor blauw. Maar er hing niks in de Primark in deze kleur blauw. Dus ik dacht, nou, ik neem het mee, misschien vind ik het nog wel. Maar nee, helaas, ik heb het tot op heden nog niet gevonden. Maar ik vind hem wel echt heel tof. Ik zei dat het een broekje was. Nou, aan de achterkant kun je dat wel heel goed zien. En aan de voorkant zit er zo'n flapje voor met, ja, een detail. Hoe zeg je dat? Met een detail erbij. Ja, hij is echt zo ontzettend mooi. Ik heb hem in de grootste maat in een 48, want er zit dus nul stretch in. En hij kost maar een tientje. En toen dacht ik, ja, weet je, ik ga gewoon thuis zoeken. Misschien heb ik er nog wel iets leuks op. Ik heb genoeg in de kast liggen, maar het is het gewoon allemaal net niet. Dus als je nog tips hebt dat je denkt, mo, ga daar eens kijken of probeer dat, let me know in de comments. Ik dacht, misschien is het ook wel leuk, gewoon een basic shirtje met iets van een spijkerjasje of zo, maar ik ben benieuwd naar jullie mening. En mocht je denken, goh, wat klinkt je stem ineens raar. Ik ben echt in de meivakantie. Ik had 2 weken, hebben we meivakantie gehad. De eerste week heb ik gewerkt en de tweede week was ik gewoon ziek. Flinke verkoudheid. En ik merk daar nu nog steeds gewoon af en toe een beetje de, hoe zeg je dat, de naweeën van. Dan in één keer schiet mijn neus weer dicht en in één keer valt mijn stem weer weg. Dus mocht het gebeuren in deze video, dan weet je waaraan en waaraf. Eens even kijken. Ik kocht ook slippers. Ik vind deze gewoon super chill. Gebruik ik ook voor het werken. Ook gewoon voor naar het zwembad. Ook gewoon voor hier in huis. En ik ben nou naar een maatje groter gegaan. 9 van 10 keer nam ik altijd een emmetje. Maar dan ga je toch met je hak over die slipper heen lopen. En toen dacht ik, ja, dat ziet er toch ook niet uit. Oh, koop gewoon een maat groter. Dus ik heb gewoon een elletje gekocht. Hier staat dat dat vergelijkbaar is met een maatje 40-41. Nou, ik heb gewoon maatje 38-39. Maar ik vind ze inderdaad comfortabeler zitten dan een maatje kleiner. 1,30 euro. Mocht zwart je ding niet staan, hebben ze heel veel andere kleuren. Maar ik vind gewoon zwart heel fijn om te hebben. Ik heb hier nog wat topjes voor Liv gevonden. Eentje heb ik gevonden, ook 2 keer XS in, of voor 5 euro. In deze hele toffe, ja, een beetje volwassen paarse kleur. Het enige nadeel is wel dat deze bandjes eigenlijk iets te lang zijn voor Liv. Dus ik moet misschien eventjes vragen of mijn moeder ze iets kan innemen of iets. Maar ze vond het een heel leuk topje. Haar lievelingskleur is momenteel paars. En ze heeft heel veel van dit soort topjes in de kast liggen. En ik dacht, nou ja, weet je, voor dat geld, ik neem hem gewoon mee. En van deze was ook heel veel andere kleuren. Ze hadden er bijvoorbeeld ook eentje dat het hoe heet dat? Het biesje was dan wit en dit was zwart. En ik weet dat Liv dat ook heel leuk vindt. Maar die hadden ze niet meer in de kleine maat. Dus ik dacht, nou,
neem ik eerst deze mee. En als deze bevalt, kan ik altijd hier in Tilburg kijken of dat ze die andere variant ook hebben. En deze, ja, deze weet ik gewoon nu al. Of ja, wist ik toen al toen ik hem kocht. Dit gaat een van haar favoriete topjes zijn, want dit vindt Liv dus helemaal geweldig. Een shirtje met een redelijk neutrale binnenkant en dan hele opvallende mouwtjes. En ik vond hem zelf ook heel erg leuk, maar ik denk, ja, ik ga echt niet in met een crop topje lopen. Deze heb ik ook in een 2xS, 6 euro. En het is gewoon, ja, een hele basic print. Côte d'Azur in 1982 staat erop. Ja, Liv vindt het helemaal geweldig. En dan op een spijkershortje of zo. Of ze heeft ook bijvoorbeeld een tuinbroekje. Dat is ook heel leuk om onder een tuinbroekje te dragen. Dus die heb ik ook nog voor haar meegenomen. Ik heb toevallig ook een aantal BH's gekocht. Maar dat voel ik niet om dat in de video te delen. Maar ja, jullie kennen BH's denk ik wel. Het zijn gewoon die t-shirt BH's van de Primark voor 5 of 6 euro. En dat vind ik zo fijn om die één keer gewoon even groot in te slaan. Dus ik heb nou weer een zwarte, een witte en een huidskleurige. En ja, voor dat geld zijn het gewoon prima BH's voor erbij. En als laatste heb ik ook nog iets voor Jorg geshopt. En voor Jorg vind ik het altijd heel lastig. Voor de kindjes, ja, Liv is ook niet de meest makkelijke. Maar voor Jorg, oh, dat is af en toe zo'n ramp. Hij houdt namelijk niet van te drukken printjes op shirts. Hij houdt wel bijvoorbeeld van een print all over. Maar hij houdt bijvoorbeeld, dit vindt hij dus bij zichzelf echt al verschrikkelijk. Een halve Primark voor mannen ligt dus vol met shirts met gewoon zo'n print erop. Ja, ik vind dat bij mezelf en bij hem ook gewoon heel leuk staan. Hij voelt dat niet zo. En toen vond ik een tafel en die hadden allemaal zulke shirtjes. Toen dacht ik, dit is toch geen polo, want die draagt hij heel veel. Het is ook niet heel basic, maar ook weer wel. Als dat enigszins een beetje logisch klinkt. Ik vond sowieso het kleurtje heel erg tof. Echt dat babyblauw. En dan gewoon met dat structuurtje is het toch net iets meer dan gewoon een basic t-shirtje. En wat ik al zei, het is geen polo, want hij heeft zoveel polo's dat ik denk, ugh, af en toe is het ook wel eens leuk om een beetje wat anders te zien. In een maatje L, 8 euro, hele fijne kwaliteit. Had ze in heel veel kleurtjes. Ik zat ook een beetje te dubben om de roze mee te nemen. Maar ik weet, dat gaat Jorg ook niet dragen. Al staat het hem echt super goed. Ik denk, begin gewoon met deze blauwe. En als hij dit iets vindt, dan kan ik, ja, in de loop der tijden natuurlijk wat meerdere kleurtjes aanschaffen. Mocht je dit te fel vinden voor je partner, ze hadden ook gewoon beige en zwart. Ook een hele mooie groene tint. Maar dit vind ik echt wel weer zo'n kleur dat ik denk, dat heeft Jorg nog niet. En ik denk oprecht dat dit hem heel leuk gaat staan. Hij heeft heel veel leuke, ja, een beetje van die camelkleurige beige broeken. Of gewoon een leuke spijkerbroek. Witte broek kan hij ook prima onder. Dus ik dacht, nou ja, voor die 8 euro gaat hij gewoon mee. En dan is mijn tas alweer leeg. En heb ik hier al mijn geshopte items van deze keer met jullie gedeeld. Ik hoop dat je dit weer een leuke video vond. Vergeet vooral niet om even die duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Wil ik je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Laat AUB in de reacties weten wat ik met het broekje slash skortje moet doen. Want ik twijfel echt enorm. Ik vind hem oprecht wel heel erg leuk. Maar ja, ik ben ook weer van mening, als ik het niet kan combineren, dan ga ik het niet houden. Want dan ligt het in de kast en dan verdwijnt het over een aantal weken weer op Vinted. Dus ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening daarover. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. En graag tot volgende week weer. Doei!